Aan de voorkant van de Immanuelschool in Monster lijkt het alsof er niets aan de hand is. Maar wie goed kijkt, ziet beweging. Het schoolgebouw aan de Poelenburg wordt afgebroken. De kinderen zijn tijdelijk ondergebracht in de Monsterse Ichtenschool en zullen straks naar een nieuw schoolgebouw gaan. In het nieuwe schoolgebouw aan de Poelenburg met de naam De Blinkert komen lokalen voor 16 groepen en er komt een vestiging van kinderopvang Simba. Bouwwerkzaamheden beginnen in januari. Als alles mee zit, kunnen de kinderen eind volgend jaar of aan het begin van 2018 het schoolgebouw in gebruik nemen.